www.deboodschap.today. OETNC voert buscontroles op. De directeur van het directoraat Transport en Communicatie van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Joyce Blokland, heeft de buscontroles op verschillende routes opgevoerd. Afgelopen week was er een evaluatiemeeting met de nieuwe buscontroleurs. Daarbij werden ze ook ingelicht over het belang van het opvoeren van de buscontroles. Volgens directeur Blokland was het van belang een evaluatie te hebben. De nieuwe buscontroleurs zijn een maand geleden in dienst getreden op het ministerie. Na hun binnentreden hebben ze onder de oude buscontroleurs gewerkt en werden klaargestoomd voor het groot werk dat deze week van start is gegaan. Joyce Blokland geeft verder aan dat het uitvoeren van de controle geen daad van vijandschap is. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.